de ferry van Lyngseid naar Olderdalen. Naderen wij daar Koofjord. De Koofjord. Badend in de zon. Wij fietsen altijd langs de Lyngsfjord met uitzicht op het noordelijke eiland van Lyngen. Het baat momenteel in het avondlicht. Gletsjers alom die nu prachtig oplichten. Heerlijk fietsen. Lumberjacks looking out for trees, chopping days out of centuries. But you'll get them on their knees, 'cause they ain't so tough. I heard things about him. The dark sea is a callous host, from North Pole to Pacific Coast. Pure blood is the Viking's toast, but his heart will cry if he goes without it. And the sirens all will sing, the chants from heaven, not expecting to be heard, but the love that it will bring will make hearts ever. Aline. Hey. Waar zitten we ergens? We zitten richting Cherveuil, niet zo ver van Lungenalben. Ja, want de Lungenalben, die liggen daar. Daar komen wij vandaan. Je ziet daar een van de gletsjers. Wij komen eigenlijk van links. Op het schiereilandje met de naam Skopenes, denk ik. Skopenes. En nu zitten wij hier idyllisch te picknicken bij de beginnende herfstkleuren. Al moet de term beginnend misschien al worden weggelaten. Daar staan onze trouwe ijzeren rossen. Op de route naar Bakkebu en Cherveuil rijdt Annelien doorheen de herfstkleurige berkenbosjes. Dag Annelien. Fantastisch fietsen op de route naar Cherveuil. Heel mooie blauwe lucht en prachtige kleuren. Oh, waar zijn we ergens? Hallo. Zeg maar. Wij zijn in de buurt van Bakkebu, op de pas tussen Vard, Fjellet en de 400. En wat zien we daar in de verte? Arneuja en... Arneuja. Kogen. Kogen, niet ver van Cherveuil. De bergwereld van Kogen. Niet mis. Het eiland Kogen. Alleen wacht op mij, zoals het een goede vrouw betaamt. Heel mooi landschap. En rustig. Cherveuil naar Arneuja. We zien de bergen van Kogen in vervolgorde. Wij gaan direct hieruit. Annelien?
Hey, waar zijn we ergens? En waar ligt Arneia? Ah. Allemaal Arneia? Ja, allemaal Arneia. En maar hoe gaan we daar naartoe? De ferry. En waar staat die? Achter ons. Hmm. We moeten nog een beetje wachten. Ja, hij komt maar om 13:15 en momenteel is het nog maar 11:30. Daar ziet u ook een aantal andere bergen op het eiland. Kogen. Maar wij komen vandaar, via de brug, naar het eiland Shadevey. Aankomst op het eiland Arneia. Straks gaan we fietsen langs de zuidkust van Arneia om dan op te klimmen naar Oorvikzand, waar we zicht zullen hebben op onder meer Kogen en de Lungenalp. Ik rij hier momenteel op het eiland Arneia in de richting van, hoe heet het ook alweer, Oorvikzand, inderdaad, Oorvikzand. Wij rijden hier helemaal alleen tussen de berkenbomen die al mooi geel aan het worden zijn. Daarnet zag ik zowaar 5 zeearenden bij elkaar. Wellicht een familiebijeenkomst van dit jaar. Schouder van Annelien kijken wij naar rendieren op de weg naar Akkarvik op het eiland Arneia. Hebben ze ons al in de gaten of niet? Er zijn er zelfs 2 aan het vechten. Die 2 zijn een robbertje aan het uitvechten. En ze zitten een beetje verstrengeld in elkaar. Wij rijden op het eiland Arneia richting Arneihan om daar de passenger boat te nemen richting Tromsø. We hebben hier nog mooi zicht op de kustlijn en Lungenalpen. En de avondzon of de late namiddagzon die opnieuw tevoorschijn is gekomen. We komen vandaar, Akkarvik, in de schaduw gelegen. En Annelien rijdt voorop zoals zo vaak. Rendieren met op de achtergrond het Muiszalenmassief. Ze vluchten naar beneden. Wij gaan naar de top van die berg daar. Met name de Vassvik Egga. 874 meter. That piece of paper in her hand, she had come to tell the governor to turn loose of her man. Annelien bij de afdaling van de Vassvik Violet. Daar bij een steile rotswand richting de vallei. See the same damn thing.
prachtig rustig weer. Op onze voorlaatste dag